heb hier een hele mooie oorkonde. En deze oorkonde die is uitgereikt aan de zus van mijn oma. En zij was de enigste vrouw op het Manneneiland. Na operatie Market Garden kwam het frontgebied in de Betuwe te liggen. En later in die periode werd dat het Manneneiland genoemd. En dat werd het Manneneiland genoemd omdat alle burgers moesten evacueren hier in de regio. En toch moest het vee gevoerd worden, de appels moesten geplukt worden. En van die tijd hebben ze het Manneneiland genoemd omdat alleen maar mannen hier zaten. Behalve de zus van mijn oma. Zij was wel geëvacueerd geweest, maar zij was samen met haar vader vond het toch wel heel spannend om te gaan kijken hoe dat nou thuis was in Bemmel. En op den duur dat zij terug waren in Bemmel, werd zij gevraagd om te gaan helpen bij het bestuurlijk gezag van zowel militair als de burgerlijke stand. En daar heeft zij van alles gedaan, sokken stoppen, ze heeft daar de heren netjes gehouden. Ze mochten dus niet schelden, want ja, ze was een deftige dame, ze was al 32 destijds. En ja, natuurlijk alleen maar mannen bij elkaar werd natuurlijk al vulgaire taal gebruikt. En dat mocht niet waar zij bij was, dus dan moesten ze allemaal een kwartje betalen. En dat potje was aardig gevuld aan het eind van de periode. En dat staat hier allemaal in vermeld. En op haar eigen verjaardag heeft ze dus deze de oorkonde gekregen. Dus we waren haar niet vergeten met wat ze allemaal gedaan had als enigste vrouw op het Manneneiland in 44-45.